Hallo en welkom bij een nieuwe review. En nu even kijken wat Ahmed nu heeft opgestuurd. Wat zit er onder het doosje? Nog een doosje. Eens even kijken, wat hebben we hier? Wacht hemeltje. Ik ben zo verschrikkelijk onhandig. En dan moet ik zelf een gitaartje maken. Een ukulele. Oh, allemaal kleine schroefjes. Oh, ik heb hier zo'n hekel aan. Ik ga maar even een ukulele bouwen. Het zal wel heel erg lang duren. Het punt is, ik vind dit oprecht niet leuk, omdat ik oprecht heel onhandig ben. Ik kan dit soort dingen niet. Het frontje, het basisje, ligt te droog in de zon. Het kostte maar één gat in mijn duim, maar ik heb nu ook dit af, zodat dat ik die snaartjes eraan ga zetten. De ukulele is gedroogd, dus we kunnen hem nu verder in elkaar zetten. Hij is bijna af. Godzijdank. Oké, even spelen. Je kan dit gitaartje overigens ook winnen. Ik verloot hem. Als je mij steunt op janroos.backme.org. Dus janroos.backme met ck.org. En je steunt me voor een paar eurotjes per maand. Dan kun je zomaar eigenaar worden van deze fantastische ukulele. Nou, hartstikke mooi. Nu nog even een cijfertje. Potverdik, ik ben er uren mee bezig geweest. Ik ben blij dat hij af is overigens. Ik ben wel blij dat het klaar is. Maar ondanks dat ik niet zo handig ben, vond ik het toch leuk om te maken. Dus ik geef deze zelfbouw-ukulele een prachtige, maar ook een venijnige 7. Mooi man.